We gaan een heel mooi Italiaans gerecht maken. Het serrano ham en groene asperges. Heerlijk! Ik ruik het al. We kunnen wel wat hulp gebruiken. Je zit helemaal in de stemming. Je bent echt een keukentalent. Zullen we nog eentje? Ik meen het. Ja, super. Zullen we nog eentje doen? Ja, super. Ja. Groene asperges, lekker op de barbecue. En allemaal dat ze gelijk in contact komen met het rooster. Als jij de bruschettas gaat maken. Olie in de pan. Lekker ruim. Oké, okay, lekker. Waarom? Omdat dat gaat lekker in dat brood zuigen zometeen. Dan doe je twee mooie stukken brood. Mooi goudbruin, niet verbrand. Het zou zonde zijn als je aan het bakken bent en ze verbranden op stukjes. Ja. Dus dit is wel even een momentje dat je altijd even bij moet blijven. En je ziet dat hij die olie mooi opzuigt. Hè? Ja. En ruiken. Schitterend. Goddelijk dit. Zalig. Ik ga even kijken bij de asperges. Nou, die gaan super, die hebben nog 5 minuutjes nodig. Oké, die dooier, die mosterd en azijn. Die meng ik alvast. Hoe meer olie, hoe dikker die wordt, maar ik ga hem zo meteen als een beetje meer als een lopend sausje gebruiken. Ja. Oh. Je ziet hoe mooi, ze zijn super goudbruin, hè? De zeezout zie je ook dat die heel lekker om die asperge heen is. Dan basilicum. Hup. Lekker eroverheen. Kijk met Jan, bruschetta. Wauw. Eet smakelijk. Dankjewel. Gaat lukken. Vind jij dat alles? Dankjewel, succes. Dankjewel. Hoi.